eerst en stem op je favoriete muziek via de kidstop20.nl. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. En ondanks de nederlaag van Nederland, toch nog helemaal in het oranje. Precies. Voor de support nog een beetje. Zet gewoon door. Huppakee, zo is het. Hey, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat jij deze zomer gaat doen. Want de school is afgelopen, we gaan allemaal lekker met vakantie. Maar heeft Elise ook vakantie deze zomer? Ja, ik heb 2 weken vakantie en dan ga ik naar New York. Wauw, ja. 2 weken lang. 2 weken lang, maar ik heb ook van alles al in mijn hoofd wat ik wil gaan doen. Dus, Oh, wil je dat met ons delen? Ja, tuurlijk. Ik wil een dagje skaten in Central Park. Ik wil minstens 3 museums zien. Ik wil even denken naar een basketbalwedstrijd en naar een baseballwedstrijd. Maar ik ben nog druk bezig met kaartjes. Ik hoop dat dat gaat lukken. Elise weet al helemaal wat ze gaat doen. Nou, het klinkt hartstikke leuk. Samen met je vriendje? Ja, samen met mijn vriendje. Hartstikke ja. leuk. Nou, ook nog een beetje romantisch. Natuurlijk kennen we al je. Inmiddels heb je al 4 singles uitgebracht. Even kijken of ze allemaal is. Shake, Automatic, I'm No Latino en Into Your System. Heel goed. Hè? Ja, heel goed. Maar wanneer komt nou het album? Het album staat gepland in augustus. Dus okay. Niet zo heel lang meer. Gewoon nog eventjes wachten. En genieten van deze single. En dan ja. komt hij heel snel. Oh, eindelijk. Super. Ja. Hey, de kids hebben ook nog vragen. Dit is Lars. Hi. Lars. Wat is je echte naam? Mijn echte naam is Elise. Ook Elise. Maar dan wel met een S. Maar dat komt omdat toen ik begon, toen waren er helemaal geen websites meer met een S. Dus toen moesten we iets anders verzinnen. En toen kon ik Alice gaan heten. Of Elise met een Y. Of Elise met een C. Of Alice. Of noem maar op. We konden er van alles van maken. En toen hebben we gekozen voor een Z. Want dan spreek je gewoon hetzelfde uit. En het is wel, het is wel stoerder staat. Het is heel stoer, ja. Heel stoer. Oké, okay, de volgende. Was je vroeger verliefd op je meester? Nou, ik had altijd een beetje van die oude meesters met baarden en snorren en zo. Dus nee, daar was ik nooit verliefd op. Nee. Oké. Jij, heb jij een leuke meester? Nou, volgend jaar misschien. Volgend jaar, oké. Okay, nou, dan heb je iets om naar uit te kijken. Laatste vraag. Had je vroeger wel eens kattenkwaad uit? Ik was vroeger eigenlijk heel erg braaf. We hadden altijd jongens in de straat die deden hele gemene dingen. Die deden dan bijvoorbeeld hondenpoep in een krant. En dan staken ze die in brand en die legden ze dan voor een deur. En dan zagen mensen dat er brand was en dan gingen ze het op stampen om het uit te maken. En dan stonden ze in de poep te stampen. Ja, het is heel... Ja, nu vind ik het grappig, maar niet doen. Er zijn waarschijnlijk heel veel kinderen die ik op een verkeerd idee heb gebracht in één keer. Maar jij deed dat. Poep gaan lopen scheppen. Nee, ik deed dat niet. Nou, heel goed. Nou, gelukkig maar. Hey, genoeg verhalen over poep. Want we gaan verder met muziek. Ja. Jij gaat voor ons optreden natuurlijk met de hit Into Your System. Heel veel plezier deze zomer op vakantie. En we gaan allemaal genieten van Elise met Into Your System. Get you too. She's into your skin.
20 van deze week. Nieuw binnen op nummer 20, de Black Eyed Peas met Maskenada. En SOS van Rihanna op nummer 19. Op 18, Kim Lian met Road to Heaven. En Gonna Be a Star van Bo en Monica op nummer 17. Op 16, de Pussycat Dolls met Buttons. En Wij Houden van Oranje, Ali B featuring André Hazes op nummer 15. Op 14, Topstars met De Sneltrein naar Zandvoort. En Ja Ja Yippie van K3 op nummer 13. Op 12, nieuw binnen, Bianda met Yadoo Yadoo. En Hips Don't Lie van Shakira featuring Wyclef Jean op nummer 11. Op 10 de toppers met Wereld Sint die Hollander en Lief Klein Konijntje van Henkie op nummer 9. Op 8 Belle Perez met Abe Maria en De Rampeneren van Ali B, Jesser en Party Squad op nummer 7. Op 6 Marco Borsato met Rood en Totally Joy van Luke & Friends op nummer 5. Op 4 Elise Into Your System en Waikiki Beach van Chips nieuw binnen op nummer 3. Op 2 Soep met Soep in India, maar wie staat er toch op nummer 1 in de enige echte Kids Top 20? Yeah! Absolute nummer 1 van deze week. Zometeen ga ik verklappen wie dat is. Maar eerst wil ik nog even tegen jou zeggen, blijf kijken. Ook straks na de nummer 1, want dan ga ik pas echt afscheid van je nemen. En deze zomer kun je helaas niet kijken naar de Kids Top 20, want wij gaan ook met vakantie. Maar de website gaat niet met vakantie. Dus wil je foto's kijken, wil je games spelen, wil je filmpjes afkijken? Het kan allemaal, kidstop20.nl. Alvast een hele fijne zomervakantie natuurlijk. En wij gaan nu kijken naar de absolute nummer 1. De grote vriend van de show, laat je horen voor Jim met Dapper en Stel. Ik heb angstig lopen dwalen, altijd doelloos in het rond. Geen richting of geen reden, totdat jij me eindelijk vond. Als jij me aankijkt, weet ik waar ik heen moet gaan. Want jouw liefde is de richting en mijn hart wijst het aan. Ik zweef van geluk, met jou in mijn droom. Want als niemand je helpt zoeken, blijft het een verborgen schat. Ook zonder om te kijken, weet ik dat je bij me staat. Ik neem je in mijn armen, nee het is nog niet te laat. Want nu is het tijd, om weer mezelf te zijn. Mijn angsten laat ik achter me, ze krijgen me niet klaar. Begonnen en ik ga lekker op vakantie. Ik heb alles bijna helemaal. Oh, nou ja, anders bijna. Kom je toch niet weg? Dat is een hele goeie, dankjewel. Ik stuur je een kaartje, ja? Doei. Ik had bijna alles bij me dan. De ticket is een klein detail. Maar voor de rest ga ik eerlijk, ja? De zonnebrand, je wilt toch geen rode biet zijn? Ja, heel goed. Had ik die niet bij me dan? Was ik die vergeten? Dankjewel. Oh, fijn dat ze toch aan me denken. Ik zal stoppen eventjes in mijn emmertje. Ticket, zonnebril, zonnebrand. Nou, voor de rest heb ik echt alles. Dan ben ik Kim, checken. Kim, wie weet je krokodil vergeten? Anders kan je niet op het water dobbelen. Wat stom van me, mijn lucht. Hey, dankjewel, hè, Lars. Later, doei. Mijn krokodil. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga oh, ja! Is daar nog op tafel? Is die voor jou? Oh, jee, ja, mijn paspoort. Oh, goed voor jou. Dankjewel, man. Doei. Klein detail, maar toch wel heel belangrijk. Nou, voor de rest ben ik er helemaal klaar voor. Oh, oeps. Meneer, kunt u me even helpen? Natuurlijk helpen we je even. Dan haal ik een vliegtuig niet. Ik moet een beetje opschieten. We hadden namelijk de laatste aflevering van de Kids Top 20, dus ik ben een beetje gestrest, snapt u wel. Maar ik ga naar
de Canarische eilanden. Kent u de weg? Ja, dat kennen we. Ja, hier. Bent u ook fan van mij? Dus ja, oh, kijk eens, dankjewel. Hartstikke leuk, hè? Dankjewel, nou, van je. Als u dit nou eventjes in de achterbak stopt... Ja, doen we even. Dan stap ik eventjes in de auto. Mijn emmertje, ik heb alles bij me. Ja, oh, heerlijk. Nou, jongens, hele fijne zomervakantie. En ik zie jullie straks weer, hè, met de kisten 20 na de vakantie. Have a nice life. Adieu! Kom, deur dicht. Oh, erg helpen, ja. Ja, dag.